voor heel Nederland geldt, blijf zoveel mogelijk thuis. Maar ja, hoe kom je de dag door? Wij zijn nieuwsgierig en kloppen daarom aan op een locatie van Philadelphia. Even gluren bij de buren. Hallo? Hey. Hallo, wie is hier thuis? Ik, hè? Hé, hey, wie is ik? Ik kom even binnen met afstand, hoor. Hugo. Hugo? Ja, hoi, Hugo. Hey. Hey, wat ben je aan het doen? Ja, ik ben aan het joelen. Ik versla iedereen. Ieder begeleiding. Oh? Moet jij een potje joelen tegen Gea misschien? Dat vind ik best. Oké, okay. Even wachten hoor. Want jij zegt jij bent de beste van iedereen. Ja. Maar volgens mij is Gea ook heel goed. Ja. Dus we gaan het zien. Maar jij mag beginnen. Hij moet er helemaal in zitten, hè? Hey, heb je een tactiek? Ja. En wil je die vertellen? Nou, ik gooi zo zuiver mogelijk. Wat? Ik gooi dat zo zuiver mogelijk. Oh. Nou, zoals deze, die zit er niet in, hè? Deze moet er zo helemaal in zitten. Ja. Zo, dan zit hij erin. Zo zit, telt hij niet. Dus dat telt hij al niet? Nee. Ik doe aan wedstrijden. Oh, echt waar? Ik heb competities gespeeld vroeger. En zat ik op joelen voor het eerst. En toen hadden we gespeeld zo met de vinger langs. Toen zei ze, ja, dat telt niet. Hij moet er helemaal doorheen zitten. Ja. Dat is tegen mij gezegd. En die mag je nou nog een keer? Je mag drie keer gooien. Nee. Goed jongen. Nee. Ik durf niet. Maar nog één keer. Ik heb 144. Ik durf niet. Wat zeg je, Gea? Ik durf niet. Nee, het is een professional. Dat wisten wij niet, hè, toen we hem uitdaagden. Nee. Oh jee, maar nu moeten we wel. Jij met je goede ideeën. Nee, goed, net mis. 144 kan gebeuren. 144 punten? Ja, 7 keer 20. En dan eentje in de 4 is 144. Goed dan. Je krijgt tips, hè? Zo, je gooit te hard. O jee, nog zachter? Ja, iets zachter gooien. Hard, twee. Nog één. Hard. 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 Niet te hard, hè? Lekker GA. Nog één keer. Nou, zo slecht gaat het niet. We hebben hier al vet veel punten. Hey, we kunnen nog winnen, denk ik. Nee, ik ga niet meer. Wordt hard. Tik hier op de 1. De 1. Ja, nog. Ja, 4. Nee. Net niet. Hebben we het wel goed gedaan? Ja. Echt waar? Niet slecht voor een beginneling. 89, 90, 92. Air high five. Woep, hoppa. Air high five. Maar je weet wel wie de prof is, hè? Ja, wie is de prof dan? Hey, lekker hoor. Ah, er zijn nog jongens die gooien beter dan ik er nog, hoor. Hé, hey, wat supergoed. Want ik zie daarboven breakers staan. Ja, ze zijn ook van met hardlopen en zo. En dit zijn... deze heb ik pas tweede geworden. Kunnen we hem even zien? Waarvan is deze dan? Van Sjoelen. Staat hierop. De Ant. Hey. Hoe oud was je dan toen je begon? 36 jaar geleden. Zo. Ik ben nu 54. Ja. Oh, en waar zijn die wedstrijden dan? Beneden Leeuwen. Helemaal daar. Dat is helemaal omhoog, toch? Boven Gelderland nog. Ja, bij Tiel. Zo, dat is een eind. 10 kilometer van Tiel af. Hoe ga je erheen dan? Met taxi. Oh, wat cool zeg. Ja, zeker. Hé. Hey. En ik zag daar een foto met een koe. Ja, dat was mijn lievelingskoe. Ik heb hem groot gebracht. Maar waar dan? Een boerderij. Oh, een boerderij in de buurt. Oh. En hoe heette die? Huga. Huga? Ik heb hem naar mij genoemd. Maar mij, het is natuurlijk een vrouwtjeskoe natuurlijk. Hè? Ja. Maar wel postiertjes gehad. Maar die, daar heb je niet zoveel aan. Die verkoop je dan weer en dan deze, die houdt hij dan. Ja. Ik kon met die koe bijna alles doen met die koe. Wat dan? Beetje knuffelen. Oh. Ik had mijn hand in zijn bek. Zat hij gewoon een beetje te sabbelen.
Wat lief. Hij vond het alles best. Dus je had echt een goede band met die koe? Ja, zeker. Wat speciaal. Wat voor gevoel gaf hij jou? Ja, hij voelt mij ook aan. We voelen elkaar aan een beetje, denk ik wel. Hij kent me gewoon goed. Wat speciaal zeg. Ja. Oké. Hey, heel erg bedankt voor het potje sjoelen. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Ja. Tot ziens. Ja. Doei doei. Ja. Ik ga ook even thee drinken.